Sonia Elsje, ik ben 14. Ik zit op het Zuiden Lichtscollege. En ik heb meegedaan aan het Imagine project. Met welk onderdeel Sam. Oké. Okay. En wat was het nummer wat je ging zingen? Wat je hebt gezongen? His Eyes on the Sparrow. Je bent te cute, hè? Oké, het project zelf was hartstikke leuk. Hechte groep geworden met z'n allen. En het eindevent was ook hartstikke leuk. Ja, oké. Ik was wel verlegen de eerste paar weken. Maar daarna word je hechte groep met iedereen. En dan is het niet meer zo heel eng om voor ze te zingen. Nee, het is helemaal zwart. Je ziet helemaal niks. Dus het was niet zo eng. Het was zwart gewoon. Zwart. Ja. Zwart van de mensen. Ik zag alleen mezelf op een klein schermpje achterin. Misschien is het leuk om even te vertellen. Ze kwam niet binnenlopen. Ze was zat. Nee, ze kwam. En ik liep naar haar toe. En ik zei, kom je voor het project? En toen zei ze, ja. Ja. Van achter een stoel, achter iets. Dus ik zeg, ben je verlegen? Toen bleef ze achter de deur staan. Zo van, don't hurt me. Toen zei ze, ja. Ik ben verlegen. Ik zeg, kom maar gewoon naar binnen. Nee, ik durf niet. Maar ik heb er uiteindelijk op het podium gestaan, ja. Toen was ze niet meer verlegen. Helemaal niet. Op een gegeven moment, een paar weken later, 3 weken later, zong ze door het hele gebouw heen. Dus dat is heel snel overgegaan. Heeft ze dat van nu? Het verlegen zijn? Ja. Ja, maar nu is ja, ik was verlegender rond deze leeftijd. Ja, toch wel? Jazeker. En als u haar zo ziet, de ontwikkeling met al die groepen zo, zegt u dan van... Dan zeg ik, dat is mijn kind. Ja? Zo herkent u haar ook? Kijkt in het begin kijkt ze de kat uit de boom. En als ze geaard is, dan raakt ze helemaal los. Zingend door het gebouw. Ja. En het muzikale talent, van waar komt dat? Is dat ook? Nou, dat heeft deels van mij. Mijn vader die zingt ook. Dus ik heb het van hem geërfd en zij heeft het van mij geërfd. Nou, is een leuk cadeautje, als ik, hoe ik het zo heb gehoord. Jazeker, ja. Gaat u ook een stukje zingen, of? Misschien. Okay. Zag je die ambush Misschien, Akmel, misschien is het leuk als je de stelling ook aan hun zelf vraagt. Wat vinden zij daarvan? Ja, misschien is het leuk als je dat zelf doet. Het mag. Leef je uit. Surya, wat vind jij? Is respect vanzelfsprekend? Of, ja, je hebt wel een mening erover, kom op. Vind je van, heb je zoiets van respect moet je verdienen? Of ik heb gewoon respect voor iedereen? En hoe zit het bij jou? Laten we zeggen op school, hoe zit het thuis? Hoe ervaar jij het? Oké, respect moet sowieso van beide kanten komen. Als ik respect naar jou toe heb en jij niet voor mij, dan werkt het niet. Maar ik ga niet op iemand aflopen en onrespectvol met die persoon praten of zo. Oké, dat is heel duidelijk. En onderling, op school? Dat is een ander verhaal. Oh, ja, hè? Maar waarom is dat zo? Dat merk ik als ik ergens ben of zo en ik zie kinderen praten en zo. Ik praat nu echt als een oude vrouw. Maar ja, maakt niet uit. Maar dan hoor ik zo vaak bepaalde dingen zeggen. Weet je, wij zeggen hou je mond, maar ja, hun zeggen andere dingen. Weet je, vanzelfsprekend en dit en dat. Is dat gewoon van... wat is de achterliggende gedachte van, nou, we zijn matties, dus we kunnen zo met elkaar praten. En ik trek me er niks van aan. Of, wat, weet je, ik heb het eerlijk gezegd, ook vroeger heb ik het nooit gedaan. Want ik was zo overgevoelig als iemand één keer zei, hou je, dan was ik gelijk klaar voor de rest van de dag. Dus, weet je. Wat vindt u? Is het vanzelfsprekend? Nee, zeker niet. Nee? Nee. Leg eens uit. Ik denk dat het van huis uit... meegegeven moet worden. Mm-hmm. Ja, dan klinkt het een beetje cliché. Waarden en normen leren aan de kinderen. Maar ik denk echt dat het van huis uit meegegeven moet worden. En dat ze daar verder in de maatschappij ermee goed om kunnen gaan. En net de vraag naar haar toe. Of waarom het zo is dat op school de jeugd een bepaalde toon tegen elkaar heeft. Bepaalde dingen tegen elkaar zeggen en zo. Is dat ook iets... Van huis uit kunt u alles heel goed doen. Maar buiten is toch een gedeelte van, om het zo maar te zeggen, de opvoeding ook. Het is ook, waar ga je naar school, met wie ga je om? Zeker. Welke buurt woon je? Ja. En hoe gaat u daar dan mee om als u bijvoorbeeld ziet dat u bepaalde dingen niet goedkeurt en toch...
Ja, kijk, als je bezig bent met opvoeden van je kind, dan probeer je thuis en dan hoop je dat ze dat ook buiten de deur goed mee omgaan. Maar ja, je hebt het niet in de hand. Nee. En wat ik dan heel fijn zou vinden is als bijvoorbeeld oudere mensen de jongeren zien omgaan met elkaar en op een onrespectvolle manier, dat ze daar ook wat van zeggen. Sociale maar dat zie controle. Je ook niet, absoluut, maar dat zie je niet en dat is heel jammer. Ja. Ja, maar dat is omdat de mensen bang zijn. Zeker, dat is ook, ja, dat is waar. Want vandaag de dag, een paar, ja, x jaar aantal geleden, een paar jaar geleden, 10 jaar of zo, en je was in de metro of in de bus en je kwam met een paar zware Surinaamse termen, dat haalde je niet in je hoofd als een oudere dame of een oudere heer. Vandaag de dag, ze spitten het gewoon en ze kijken nog naar je van, wil je wat zeggen? Dus ja. Maar dat deels ligt het ook aan de opvoeding. Die fanatieke opvoeding die wij vroeger hebben gehad, nou, dan dorsten wij dat niet. Ja. Maar die vrije opvoeding hier in deze westerse maatschappij, ja, dan zie je dat bepaalde dingen gewoon als normaal klinken. Nou, een vraag. Als je nou zeg maar kijkt, bijvoorbeeld, want dat is wat ik dan wel zelf zie. Als je bijvoorbeeld naar de tekenfilms kijkt, waar het begint een beetje, naar dat soort dingen, dan zie je dat dat ook steeds verdere vormen krijgt. En dat dat wel iets is wat ik... Ja, wat misschien schadelijk is in het leerproces van een kind aan het begin. Want vroeger had je barba, papa en dat soort dingen. Meer had je niet. Weet je toch? Je had zo'n ding wat vormen kon maken. En ja, nu zijn het hele andere dingen. En gaat het ook om... Ja, het gaat er anders aan toe in tekenfilms. En dat is toch wel iets. En dan zie je ook dat mensen het steeds drukker hebben in hun maatschappelijke leven. En dat je dan op een gegeven moment minder tijd hebt om thuis continu erbij bezig te zijn, meer uren op school, dus meer invloed van buitenaf. Ja. En daarna ook vaak nog tv, films. En hoe consequent, want dat is bijvoorbeeld voor mij is dat een moeilijk punt. In hoeverre kan ik consequent zijn met bijvoorbeeld een computerspelletje, staat er 6 op en hij is 5. Ja, mag niet spelen. Ja. En dan elke keer gaat het steeds iets verder. En op een gegeven moment zijn ze Mortal Kombat aan het spelen. En dan... Dat is waar, dat is waar. Maar ja, net wat ik al zei, die media die heeft ook een negatieve invloed op het hele opvoedgebeuren. And I know he watches me. I know he watches. Right.